Nou, de samenwerking is eigenlijk heel apart verlopen, kan je wel zeggen. Zo'n kleine 3 maanden geleden heeft Ben van der Ark met mij contact gezocht. Ben is een oud leerling, toen ik nog mijn eigen bedrijf had, van mij in het bedrijf. En ook een oud leerling van de KTS. En Ben heeft de opdracht meegekregen vanuit Huisterduin om eens te kijken of het mogelijk is om leerlingen meer aan het bedrijf te binden. Zo ook enthousiaste leerlingen. En nou, we hebben een afspraakje gemaakt, we hebben wat gebrainstormd. Stefan Stokkermans was daar de eerste keer gelijk al bij. Dus de algemeen directeur vond het belang ook heel hoog voor beide partijen. Dus we waren eigenlijk gelijk al heel close met elkaar. En doordat we zo close waren en op eenzelfde lijn zaten, hebben we het eigenlijk het hele project binnen 3 maanden kunnen bewerkstelligen. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja. Nou, je merkt eigenlijk steeds meer dat er dat horeca een beetje ondergeschoven kindje wordt. En het is allemaal moeilijk in de horeca, weet je. We moeten in het weekend werken, lange dagen. Terwijl eigenlijk in de praktijk is het helemaal niet waar. Is het, tuurlijk zijn het lange dagen, maar er komt ook veel meer bij kijken. Het zijn ook de leuke dingen die je ervan hebt. De klik met collega's, de familieband die je gaat creëren. Dat is eigenlijk een beetje de gedachte erachter. Wat hebben jullie zojuist ondertekend? Nou, mijn stage voor volgend jaar. Zijn jullie blij met de samenwerking? Ja, zeker. Ja, het is een leuke samenwerking, vind ik. Dus, Huisterduin is natuurlijk de Champions League van de horeca. Wat hopen jullie hier allemaal te leren? Nou, dat ik sowieso verder kom in de horeca en dat ik meer ga leren wat ik dan nu dan weet. Ja, voor mij een beetje hetzelfde. Een beetje het bedrijfsleven, bedrijfstempo en zo. Ja. Want wat missen jullie nou bij de KTS? Gewoon hoe het echt hoort. Gewoon de restaurant, dat hebben we ook wel op de KTS, maar ja, dit is heel anders. Ik denk dat het een ontzettende goede stap in de richting is om het mooie vak van de horeca, en zeker in de keuken op dit gebied, hè, waar we vandaag de contracten voor hebben getekend, om jong talent een kans te geven in het bedrijfsleven die daar deel van uit wil maken om die leerlingen te helpen opleiden. En dat, ik denk dat dat een hele mooie stap is. Hoe gaan jullie het combineren met de school? Leerlingen bij ons op school doen in het 4e leerjaar 4 keuzevakken. En die 4 keuzevakken is een schoolexamen. Dus geen landelijk examen, maar een schoolexamen. Wat de school zelf mag invullen. 4 van die keuzevakken moeten we afnemen. 2 van die keuzevakken doen we bij ons op school. En de andere 2 keuzevakken, die gaan we hier in samenwerking met Huisterduin afnemen. En daar gaan we gezamenlijk een meesterproef van maken. Zodat de leerlingen met een meesterproef uiteindelijk hun diploma kunnen halen. Nou, ik denk dat het belang is, je merkt gewoon dat er steeds minder jongens zijn die de horeca in willen. En weet je, we proberen eigenlijk moet je het zo zien, we proberen jongens te motiveren voor het vak. Jongens over te halen. Om zich te gaan ontwikkelen in de horeca, in de keuken. Eigenlijk de pareltjes zoeken en de jongens motiveren om het vak in te gaan. En eigenlijk is dat het gewoon, het opleiden van nieuwe talenten.